Ja, deze videoclip heb je misschien al gezien op TikTok of YouTube. Het is de nieuwste single van Pommelien Thijs, Ongewoon. En in de clip kust ze met een meisje. Pommelien laat zien dat ze niet alleen op jongens verliefd kan worden, maar ook op meisjes. En ze zegt dat dat gevoel gewoon hetzelfde is. Ik kan ook wel gewoon nu rondgaan en zeggen ja, en dan. Hè? Mm-hmm. Want het is mijn meisje. Dat is cool om te zeggen. En wat nu? Ja. En dat maakt mij, en ook in hoe ik dat zelf gewoon allemaal beleef, ook gewoon echt het bij zijn aanvaarden, om het zo te zeggen, naar mijn eigen toe. Dat maakt mij gewoon ook wel heel sterk voelen daarin of zo. Mm-hmm. Ja, Pommelien zegt zelf dat ze bi of biseksueel is. Maar wat is dat eigenlijk? Biseksueel wil zeggen dat je zowel op jongens als op meisjes verliefd kan worden. Je hebt ook heteroseksueel en dat betekent dat je als meisje verliefd wordt op een jongen of als jongen verliefd wordt op een meisje. Je kan ook homoseksueel zijn. Dan val je als jongen op jongens en dan ben je homo, of als meisje op meisjes en dan ben je lesbisch. Ja, Pommelien zingt dat het allemaal wat ongewoon voelt, maar op haar Instagram zegt ze dat er niets ongewoon aan is. Wat kan je doen als je zelf met zo'n gevoelens zit? Dat hebben we gevraagd aan Pommelien zelf. Dat kan soms toch wel spannend zijn om dat te ontdekken over jezelf of om daarover te praten met iemand. Het kan ook heel eng zijn, maar het helpt wel om dat te doen met mensen die je vertrouwt. Maar het is gewoon heel oké om daarover te spreken en dat haalt soms een beetje het piekeren weg en dan maakt het weer heel simpel, want het is gewoon verliefdheid en op wie dat is maakt helemaal niet uit. Weet ik niet hoe ik zonder moet. Hoe denken jullie over verliefdheid? Maakt het iets uit of je op jongens, op meisjes of op allebei valt? Ik vind dat een leuk liedje en ik vind dat tof als ze dat durft te tonen in een liedje. Ik vind dat niet raar, maar er zijn mensen die daar misschien anders op gaan reageren. Ik vind het heel jammer dat daar nog zoveel rond gedaan wordt, want ik vind dat normaal moet zijn en dat dat geen nieuws hoeft te zijn. Ik vind daar niks erg aan, want dat zijn gewoon je gevoelens. En je kan daar niks aan doen, dat je op een meisje bent of op een jongen. Je kunt er ook niet aan doen op wie je verliefd wordt. Het gebeurt maar zo een keertje. Ik ken zo iemand, mijn tante. Eerst was hij samen met een jongen en nu is hij samen met een meisje. En ik vind dat helemaal niet erg, want ja, dat blijft wel gewoon mijn tante. Ik ben nog nooit verliefd geweest, maar ik weet wel dat ik op meisjes val. Je moet verliefd zijn op een mens en niet op een geslacht. Super tof dat je deze video bekeken hebt, maar we hebben er nog veel meer natuurlijk. Dus zeker hier ook eens klikken en abonneren op ons kanaal. Dat mag natuurlijk ook altijd, hè.